Ik ben Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer. Ik bouw boards gemaakt van plastic afval en die gebruik ik voor campagnes en expedities. En daarbij richt ik me heel erg op beleidsmakers en politiek. En ik probeer de plastic vervuiling terug te dringen. 8 jaar geleden was ik aan het kitesurfen langs de kust en dat doe ik vaker, lange stukken. En ik zag dat plastic aanspoelen. En ik dacht, ik ga een board bouwen van dat plastic afval en daar een hele lange tocht op maken. Om aandacht te vragen voor die plastic vervuiling op de stranden. De tocht die ik op dit board maakte, ja, dat was de start van de Plastic Soup Surfer. Hè? De surfer die echt op plastic vervuiling, op plastic soep surft. En dat ging om bewustwording. Maar ik kwam eigenlijk tijdens die tocht achter dat bewustwording alleen niet genoeg is. Hè? Daardoor verandert er eigenlijk vrij weinig. Om echt dingen te veranderen, ja, dan moet je bij de beslissingsbevoegden zijn, bij de politiek en bij de bedrijfsleven. Daar ben ik me toen heel erg op gaan richten in de expedities daarna. Door bijvoorbeeld petities te starten voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Maar ook nog verder door zelf moties te gaan schrijven die dan in de Tweede Kamer aangenomen werden. Wat er gebeurde was dat ik een belofte kreeg van de politiek middels die motie. Maar degene die echt dat statiegeld tegenhouden, dat zijn natuurlijk de bedrijven. Dus ik dacht, ik moet de Coca-Cola's en de Albert Heijn's spreken, de CEO's daar. Want uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij één persoon. En die persoon moet je spreken. Dus ik heb een board gebouwd van plastic afval, een subboard dit keer. En daar ben ik de hele Rijn mee afgepeddeld. En ondertussen ging ik op zoek naar plastic afval in die Rijn om dat terug te brengen naar die CEO's van die bedrijven. En dat deed ik met een gerechtsdeurwaarder. En op die manier heb ik hen allemaal persoonlijk kunnen spreken en ook hun beweegredenen kunnen horen en dat uiteindelijk allemaal weer doorgespeeld aan de politiek. Dus wij hebben er uiteindelijk met onze campagne van afgelopen 2 jaar ervoor gezorgd dat inzameling van plastic, dat betaald gaat worden. Statiegeld op plastic flesjes, de politieke doorbraak daar. We hebben ervoor gezorgd dat bepaalde snoepjes niet meer in plastic zitten, maar in waspapier. We hebben plastic uit vuurwerk gefaseerd, waterballonnen, plastic confetti ligt niet meer in de winkels. Allemaal dankzij campagnes van ons. In samenwerking eigenlijk met een steeds grotere groep aan mensen die afval rapen samen met ons. Ja, je zou natuurlijk zeggen voor Meerlanden die doen in afval, die willen zoveel mogelijk afval. Het gaat niet om de kwantiteit, maar het gaat natuurlijk om de kwaliteit. Er zijn zoveel verschillende soorten verpakkingen, zoveel verschillende soorten plastic, dat het heel lastig is om dat hoogwaardig te verwerken. We moeten terug en dat ziet Meerlanden denk ik ook heel goed. In onze regio komt een groot volume vrij aan organische reststromen bij huishoudens en bedrijven. En vanuit de openbare ruimte, natuurgebieden en landbouw. Tegelijkertijd kennen we een tekort aan verwerkingscapaciteit en raken grondstoffen verloren in tijden van toenemende grondstoffenschaarste. Daarom werken Meerlanden, Hoek en AW Groep binnen Circulair West samen om deze organische reststromen te kunnen upcyclen. Door andere manieren van verwerken kan er meer waarde uitgehaald worden. Bijvoorbeeld met biocomposiet. Biocomposiet is een bijzonder veelzijdig en duurzaam materiaal, bestaande uit gedroogde vezels van bijvoorbeeld riet, kalk uit het ontharden van drinkwater en een biohars om het aan elkaar te kleven. Hiervan kun je tal van producten maken, zoals duurzame verkeersborden, die wij plaatsen in onze regio. Als er één stuk gaat, dan wordt het vermalen tot vulmateriaal voor een nieuw product. Net zo veilig als een aluminiumbord, maar dan volledig hernieuwbaar en circulair. En bovendien met een stuk lagere CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld zijn biocomposiet buitenbanken, in plaats van banken van kunststof of hout. Zo zorgt gemaaid riet voor nieuwe ontmoetingen. Net zo gezellig, maar ook in dit geval weer volledig hernieuwbaar en circulair. Zo zetten we samen nieuwe stappen naar een mooie en duurzame leefomgeving. Hoi, ik ben Gunbritt, ik werk voor Meerlanden en deze maand is het Mei Plastic Vrij. We gaan proberen deze maand om zo min mogelijk, het liefst geen, maar zo min mogelijk plastic in te kopen. Want reduce, reuse, recycle. Het is al supergoed om je PBD te recyclen, in de bak te gooien. Maar wat eigenlijk nog beter is, is het verminderen van plastic. Dus dat gaan we proberen. Het zal een uitdaging zijn. Vandaag gaan we boodschappen doen en gaan we gewoon eens kijken hoe het gaat. Hopelijk is dit de laatste zak die ik de aankomende maand weg ga hoeven gooien. Appels. Het eerste item op de boodschappenlijst. Voor appels lijkt er genoeg keuze te zijn om de plasticvrije optie te kiezen. We gaan naar de broodafdeling. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou graag een brood willen, alleen dan in een papieren zak. Is dat oké? Kan dat? Ja, dat kan. Ik eet alstublieft. Super, dankjewel. Het groentenet. Die heb ik natuurlijk meegenomen, hè? Ja. Wat ik heb meegekregen tijdens mijn periode naar Meerlanden is dat het net wat rondom mandarijnen en sinaasappels zit niet bij het PBD moet. Het is wel plastic, maar doordat het een net is raakt het vaak vast in de sorteermachine. Dus dit mag bij het restafval. Het is in ieder geval 70% minder plastic, supergoed. Alleen wij gaan voor geen plastic, dus we gaan ook naar de slager. Zwart plastic. Niet handig, want de infraroodsensoren van de plastic recyclingmachines van de fabriek die pikken zwart plastic niet op. Dus het is eigenlijk heel lastig om te recyclen. Nu zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen in, maar het werkt nog niet zo goed als dat het op een dag gaat zijn. Dus probeer zwart plastic zoveel mogelijk te vermijden. En eigenlijk nog beter papier. Staat ook boter. Dus ik zie meteen al wat uitdagingen, want alle soorten halfarine gewoon voor op de boterham is in plastic verpakt. Dus dan gaan we maar voor roomboter. Ja. Nou, in ieder geval een kartonnen verpakking, maar wel een plastic dop. Is het too far om alle plasticjes los te peuteren van de appels en die dan zo meteen in de PBD-bak te gooien? Oh, wat een uitdaging! Goedemiddag, hi. Kan ik voor u doen? Ik wil graag 3 hamburgers. Ik heb alleen een eigen bakje mee. Dit is helemaal goed. Top. Ja, zeker. Nou, we hebben de plasticvrij in de maand mei afstripkalender te downloaden op meerlanden.nl/pbd. En die heb ik natuurlijk al aan de koelkast hangen. Is het vandaag gelukt? Net niet, hè? Nou ja. In ieder geval wel minder plastic ingekocht dan dat ik normaal zou doen. Nou, het zit er alweer bijna op. Mei plasticvrij. Ik heb al een hoop geleerd over hoe ik beter boodschappen kan doen en daardoor minder plastic in huis haal. Het blijkt wel een flinke uitdaging. Ik ben benieuwd hoe het jullie allemaal bevalt. En mocht je nog niet begonnen zijn, mei plasticvrij kan natuurlijk ook gewoon juni plasticvrij zijn. Het rijmt niet, maar het doet net zoveel goed voor het milieu. Dankjewel. Om je te helpen thuis je afval beter te scheiden of zelfs te voorkomen, lanceert Meerlanden onze eigen webshop, vol met handige en hippe hulpmiddelen. Om bijvoorbeeld plasticvrij te gaan leven. Met herbruikbare rietjes van RVS, zodat je niet elke keer een plastic rietje hoeft weg te gooien. Of houten wasknijpers in plaats van de plastic variant. En heb je jonge kinderen? Dan kun je je eigen afvalberg verkleinen en plastic afval verminderen met wasbare luiers. We bieden ook producten aan om je eten langer te bewaren en daarmee verspilling te verminderen. Vrolijk gekleurde foodhuggers bijvoorbeeld, waarmee je aangesneden groenten en fruit beter kunt bewaren. Of bijenwasdoeken, die kun je werkelijk voor alles gebruiken. Zodat je bijvoorbeeld je boterhammen niet meer in folie of een plastic zakje hoeft mee te nemen en je kaas van de kaasboer langer vers houdt. En wat denk je van de EcoCube? Hiermee krijg je tot de laatste druppel yoghurt uit het pak. Ook vind je er producten die je helpen om de afvalscheiding thuis makkelijker te maken en te verbeteren. Zoals afvalbakjes met geurfilters en papieren zakjes voor GFT en etensresten. Neem dus snel een kijkje in onze webshop en voorkom afval.